Goedemiddag aan iedereen. Als secretaris-generaal van Synergrid is het een waar genoegen om jullie welkom te eten op onze eerste webinar. Synergrid is een federatie voor netbeheerders voor gas en elektriciteit in België. Op 27 januari hebben Synergrid en de 9 elektriciteits- en gasnetbeheerders de titel van SDG Voice 2021 mogen ontvangen van federaal minister voor Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, mevrouw Katabi. We zijn hier zeer verheugd over, want we zien deze nominatie als een opportuniteit om de dialoog met onze stakeholders verder te verdiepen en de talrijke mogelijkheden van de energietransitie in de verf te zetten. Als SDG Voice hebben wij de missie gekregen om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen onder de aandacht te brengen en ze toegankelijker te maken, zowel voor onze burgers als voor bedrijven, zodat iedereen kan bijdragen aan de verwezenlijking ervan. Synergrid en haar leden willen daarom via diverse acties jongeren, huishoudens, bedrijven en lokale overheden bewust maken van de urgentie van de energietransitie, het belang van rationeel energiegebruik benadrukken en duurzame ontwikkeling promoten. Zorgen voor een toegankelijke duurzame energie is namelijk de bestaansreden voor de transport- en distributienetbeheerders. Samen werken wij elke dag aan de transitie naar duurzame energie. Wij staan klaar om samen de energiewereld van morgen vorm te geven. Een wereld waar iedereen op zijn manier aan de energietransitie kan bijdragen en niemand vergeten wordt. Synergrid en haar leden zijn momenteel een project aan het uitwerken om onze missie van SDG Voice vorm te geven. En als deel van dit project hebben we een aantal webinars gepland. In onze kandidatuur hadden wij aangegeven dat we rond een aantal van de 17 objectieven zouden werken. Wij hebben gekozen om rond 8 objectieven te werken. Eigenlijk, onze eerste webinar zal gaan rond objectief 1, geen armoede. Want voor ons distributienetbeheerders is dit een belangrijke uitdaging. Maar ook objectief 10, ongelijkheden verminderen. Want daar ook hebben wij samen met de overheden een rol te spelen. Dames en heren. Energiearmoede is een ware uitdaging voor België. Volgens de barometer Energie- en Waterarmoede van de Koninklijke Boudewijn Stichting leeft namelijk meer dan 1 gezin op 5 in België in energiearmoede. En dit aantal is nauwelijks veranderd sinds 2009. Energiearmoede verwijst naar een situatie waarin een persoon of een huishouden te kampen heeft met bijzondere moeilijkheden om te voorzien in zijn basisbehoefte aan energie. Het principe leave no one behind of niemand aan zijn lot overlaten staat centraal in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en is ook opgenomen in het regeerakkoord. Federale objectieven voor armoedebestrijding moeten dan ook in lijn gebracht worden met de regionale objectieven, gezien de bevoegdheden van de regio's in deze materie. En ja, distributienetbeheerders hebben een belangrijke rol te spelen op het vlak van energiearmoede. Ze zijn namelijk wettelijk erkend als sociale leveranciers. Ze hebben ook sociale inclusie en de strijd tegen energiearmoede in hun strategische doelen opgenomen. Ze streven ernaar om klanten in moeilijkheden beter te kunnen helpen en om de situatie van beschermde klanten beter te kunnen begrijpen. De distributienetbeheerders werken dan ook samen met universiteiten om de context van de energiearmoede beter te begrijpen en efficiënter te kunnen reageren. Er moet wel vastgesteld worden dat de geliberaliseerde markt, die heel goed werkt voor een grote meerderheid van de klanten, minder geschikt is voor een meer precaire bevolkingsgroepen. De distributienetbeheerders wensen dan ook als publieke actoren hun kennis in te zetten als sociaal leverancier om samen met andere actoren van de armoedebestrijding passende oplossingen te vinden voor deze moeilijke situaties. De distributienetbeheerders wensen dan ook verder te gaan dan wat ze ook vandaag doen. Innovatieve projecten worden opgezet, zoals Local Energy Communities, waar sociale huisvestingsmaatschappijen, distributienetbeheerders en universiteiten samenwerken aan inclusieve oplossingen.
En dit is zeker relevant in het kader van de energietransitie, maar ook in deze van de rechtvaardige transitie. En mevrouw Marie-Pierre Fauconnier, CEO van Sibelga, zal u later de visie van de netbeheerders uiteenzetten. Mesdames et messieurs, la lutte contre la précarité énergétique. Dames en heren, de strijd tegen brandstofarmoede maakt deel uit van wat gewoonlijk de Just Transition wordt genoemd. Just Transition gaat over de noodzakelijke interventies die nodig zijn bij de overgang naar een duurzame, koolstofarme economie. Die transitie heeft een belangrijke plaats in de Europese Green Deal. En is ook opgenomen in het Nationale Integrale Energie-Klimaatplan. We hebben het genoegen om de vertegenwoordiger van de minister van Duurzame Ontwikkeling, mevrouw Zakia Katabi, te horen. Nu, zij is vandaag niet aanwezig. Ze heeft ons een video gestuurd en mevrouw haar vertegenwoordigster zal het woord nemen. We hebben dan de visie daarna van de distributienetbeheerders, van mevrouw Fauconnier, dus de CEO van Sibelga. En dan zullen we ook een woordmelding hebben van een vertegenwoordiger van de Europese Commissie die belast is met de Just Transition, meneer Ero Ayo. Binnen onze sector is het zo dat we de ambitie hebben om de energietransitie tot een succes te maken, door niemand achter te laten. Ik dank u alvast voor uw aandacht. En na de video zullen we mevrouw Ariane Giranessa horen, dan mevrouw Fauconnier en dan tenslotte meneer Ero Ayo. Ik dank u. Goeiedag iedereen. Mag ik even beginnen met mijn felicitaties uit te spreken voor de organisatoren. Dus voor dit initiatief als ambassadeur voor de ontwikkeling van duurzame ontwikkeling in 2021. Eerste webinar in het kader precies van jullie verkiezing tot SG Voice. De energiesector is immers een cruciale partner in het behalen van de SDGs tegen 2030. Niet enkel om voor de hand liggende SDG 7 rond energie, maar ook wat betreft SDG 1 rond armoede, SDG 10 rond ongelijkheid, SDG 12 rond duurzame consumptie en productie, of nog SDG 13 rond klimaat. Het is net omdat de SDG's zo'n complete en geïntegreerde agenda nastreven die zoveel verschillende beleidsdomeinen omvatten, dat we er bewust voor kozen om de SDG Voices uit diverse sectoren te verkiezen. Energiearmoede is een probleem dat centraal staat eigenlijk in het sociaal en het klimaatbeleid. Transitie naar een lage koolstofmaatschappij, dat wil ik organiseren, rekening houdend met de fundamentele behoeften van de mensen, met name van de kwetsbaarsten, zijn volgens mij onlosmakelijke doelstellingen. Er is een link tussen transitie en sociale rechtvaardigheid. Dat staat centraal in ons beleid. We moeten enerzijds een milieudoel halen, maar anderzijds moeten we ook een basis op sociaal vlak hebben, namelijk de basisbehoeften van de maatschappij. Dat is trouwens de betekenis van de twee belangrijkste principes van de Europese Green Deal, die we ook moeten naleven in ons beleid. Do no harm op het vlak van milieu en leave no one behind op sociaal vlak. Een rechtvaardige transitie is ook nationaal een erkend beginsel, maar ook internationaal is dat erkend door de staten, door ondernemingen, door sociale partners, door NGO's, door de overheidsdiensten. Met name als het gaat over de Internationale Arbeidsorganisatie, ook in de akkoorden van Parijs bijvoorbeeld, of ook in de verklaring rond de Green Deal voor Europa, heeft men het telkens over de rechtvaardige transitie. Dus het gaat er nu om dat body te geven, om dit inderdaad in feiten om te zetten en er een realiteit van te maken. En het is samen, dankzij een dialoog, dat we daartoe zullen komen. Vandaag, van harte dank voor het feit dat deze dialoog vandaag wordt geopend met dit seminar. Hallo iedereen, mijn naam is Ariane Giranesa en ik ben hier als vertegenwoordiger van de regering om even kort te praten over wat energiearmoede nu op het federale niveau betekent. Ik hoef niemand thuis te vertellen dat wij in een gecompliceerd land wonen waarin bevoegdheden op verschillende niveaus zitten. Wat zit er nu op het federale niveau? Wel, om dat uit te leggen, ga ik even kort ingaan op de drivers van energiearmoede. Energiearmoede wordt gedreven door
hoofdzakelijk loon. Iemand die een lager loon verdient, heeft een heel hoog risico om in energiearmoede te zitten. Daarnaast bepaalt de woning van iemand ook heel groot of die persoon in energiearmoede zit of niet. Daarnaast algemeen de energieprijzen. Wel, om tegen energiearmoede op te treden, moet je als overheid tussenkomen tussen één van die drie aspecten. Wanneer het aankomt op loon, is er op federaal niveau van alles te doen, want dat is gewoon het algemeen armoedebeleid. Wanneer het aankomt op woning, is dit vooral een gewestelijke materie. Alles wanneer het gaat om verbouwing, energieefficiëntie, woonbeleid, dit is allemaal gewestelijk. Wanneer het aankomt op energieprijzen, dat is iets wat er federaal wel gedaan kan worden. Dus om kort samen te vatten, het federaal energiearmoedebeleid concentreert zich vooral rond prijsbeleid, consumentenbescherming en algemeen armoedebeleid. Ik ga kort in op een paar projecten die federaal bezig zijn rond energiearmoede om kort uit te leggen wat wij dus allemaal doen. Aan de ene kant heeft men de uitbreiding van het sociaal tarief, dat nu tijdelijk is gebeurd voor mensen die ook een verhoogde tegemoetkoming genieten. Wij zijn op federaal niveau aan het onderzoeken of het mogelijk is om deze uitbreiding eventueel te bestendigen. Daarnaast is er een grote denkoefening bezig rond het sociaal tarief in het algemeen, namelijk de begunstigden, de financiering daarvan. Hoe gaat men daarmee om? Daarbovenop kijken wij naar de energiefondsen, namelijk het Sociaal Verwarmingsfonds, dat vooral bedoeld is voor mensen die hun huis verwarmen met mazoet, en het Fonds Gas en Elektriciteit, hoe we deze fondsen kunnen vernieuwen, efficiënter gebruiken en natuurlijk meer mensen bereiken. Daarnaast, zoals ik al zei, een van de grote troeven die we op federaal niveau hebben, is consumentenbescherming. Dit lijkt al algemene bescherming voor alle consumenten van energiearmoede, maar zoals we weten, energiearmoede heeft niet alleen met loon te maken. Als de energieprijzen te hoog worden, dan zitten zelfs mensen in de middenklasse in gevaar om in energiearmoede te zijn. Dus qua consumentenbescherming werken wij nu aan het consumentenakkoord, waarin heel veel marktpraktijken van de energieleveranciers worden bepaald. Daarnaast bekijken wij of er nog slapende contracten zijn en hoe wij consumenten kunnen beschermen, maar ook activeren om makkelijker van contract te veranderen. Daarbovenop is er natuurlijk een federale plan armoedebestrijding dat eind dit jaar voorgesteld gaat worden. In de federale plan armoedebestrijding is er ook een hoofdstuk energiearmoede waarin de minister van Energie en de minister van Armoedebestrijding samenwerken om specifiek een plan op te zetten op het federale niveau. Daarbij, tijdens dit legislatuur, zal er ook een nationale conferentie rond rechtvaardige transitie worden georganiseerd, waarin energie natuurlijk een heel belangrijke rol speelt. En hier komen verschillende ministers samen, de minister van Klimaat, minister van Armoedebestrijding en Energie, om de rechtvaardige transitie, een conferentie rond de rechtvaardige transitie te organiseren. Maar wat is er nu het grootst bezig? We hebben natuurlijk ook Europese verplichtingen. En vanuit Europees niveau is er de richtlijn gekomen, of wij een definitie voor energiearmoede in België kunnen definiëren. Op dit moment is dat er niet. In België kennen wij het concept beschermde klant en dat heeft zowel te maken met loon als een specifieke sociale statuut dat je recht geeft tot bepaalde hulp. In België is er dus geen definitie en daar werken wij nu op federaal niveau hard aan om met een gezamenlijke definitie te komen, als ook energiearmoedeindicatoren die eigenlijk ons moeten helpen met statistical capacity building. Namelijk, het werk van de Koning Boudewijn Stichting is heel nuttig en wij zijn daar heel dankbaar voor, maar de federale overheid, België in zijn geheel, moet met eigen energiearmoedeindicatoren die ze ook daarna kunnen checken. Dit is niet vrijblijvend. Europa verwacht ook dat wij in onze nationale energie- en klimaatplannen een indicatieve doelstelling instellen van hoe hoog is de energiearmoede in België nu en waar willen wij als België, dus niet alleen federaal, zowel federaal als gewestelijk, naartoe en wat gaan we daaraan doen. Dit is heel erg interessant, want waar het beleid eerst gesnipperd was, moet er nu echt een gezamenlijke plan komen rond energiearmoede, een gezamenlijke definitie en een gezamenlijke werkplan. Dat was kort uitgelegd, energiearmoede op federaal niveau. Dank u.
Ziezo, ik ga mezelf even toelaten om de visie mee te geven van de distributienetwerken eigenlijk hebben in zaken energietransitie, opdat het inclusief en rechtvaardig zou zijn. Nu, de context van COVID leidt ons ertoe dat we allemaal dezelfde vragen stellen. Zijn mijn dierbaren gezond? Hoe ga ik of wanneer ga ik terug naar mijn gewone leven kunnen gaan? Dat is natuurlijk een zeer bijzondere context. En die er onvermijdelijk toe leidt dat we ons gaan concentreren op wat er vandaag bezig is. Op wat vandaag ons dagelijkse leven uitmaakt. Nu, dat is allemaal heel begrijpelijk. Maar het is aan ons om toch een beetje verder te kijken dan dat. Een beetje verder te kijken dan deze horizon. Verder dan de regels die volgende week zullen worden toegepast. Of verder dan wat er in de maand mei of juni zal gebeuren. Dus we mogen ons niet laten vangen in een kort termijn denken. Hoewel uiteraard het klimaatprobleem niet helemaal bovenaan de prioriteitenlijst staat. Maar het is nog altijd een noodzaak om daarmee bezig te zijn. Vanaf nu. En we moeten hem helemaal ook proberen aan te gaan, deze uitdaging. Nu, waar COVID ons toe aanzet om de aandacht te richten op de ouderen, zien we dat de klimaatuitdaging ons vooral moet aanzetten om de aandacht te richten op onze kinderen. Dat is veel gevraagd, maar dat is de realiteit. En het is niet het ene of het andere, maar het is wel degelijk allebei. Dus de beide uitdagingen die we moeten aangaan. En als we de uitdaging waar we voor staan willen opnemen, dan moet die klimaattransitie voor iedereen, voor Vlamingen, Walen en Brusselaars, ons brengen om te komen tot een schonere en duurzamere energie. Dat is een onontbeerlijke stap die we wereldwijd moeten nemen. En nu, die energietransitie is de zaak van iedereen. Het is inderdaad dringend. En we kunnen dus niet meer wachten dat anderen ons eerst de weg tonen. Dus we moeten absoluut vanaf nu vooruit geraken. En als ik zeg wij moeten, dan zijn dat uiteraard ook de distributienetbeheerders, maar het zijn onze ondernemingen, het zijn ook de openbare instellingen, maar natuurlijk ook individuen. Iedereen moet een actor zijn of worden van die verandering. En het is door de toevoeging van nieuwe gedragingen, die op individueel vlak uiteraard misschien een beetje banaal lijken, dat we wel die kans zullen hebben om de klimaatnoodsituatie te overwinnen. En zoals u zich wel zal kunnen voorstellen, is het zo dat qua energie die nieuwe gedragingen een snelle impact en een substantiële impact kunnen hebben. In het kader van onze actie ten gunste van deze energietransitie, je hebt het al begrepen, is onze aanpak liever gebaseerd op het basisprincipe dat geen energie wordt verbruikt. Dat dat de beste manier is eigenlijk om energie te besparen. Maar we zijn niet allemaal gelijk in ons vermogen om dat principe toe te passen. Om dus de beste energie is natuurlijk de energie die je niet verbruikt, maar je moet ook anderzijds nieuw consumptiegedrag leren aannemen. En zo blijkt uit de laatste editie van de barometer van de Koning Boudewijn Stichting dat meer dan 1 op 5 Belgische gezinnen een situatie van energiearmoede heeft. Wat betekent dat? Dat betekent dat ongeveer 10% van de bevolking een te hoge factuur heeft ten opzichte van de inkomsten en de 10 andere procenten, en dat is eigenlijk minder goed bekend, die hebben een energiefactuur die te laag is in vergelijking met hun verbruik, wat je van hen zou verwachten. Dus dat betekent dat die mensen eigenlijk geen gas verbruiken om hun energiefactuur te kunnen betalen. En dus we hebben daardoor ook een daling van de gasprijs gezien. Nu, die houding ten opzichte van de energiefactuur is eigenlijk geen keuze. Het is iets de mensen wordt opgelegd. En het is precies daarom dat de distributienetbeheerders pleiten voor en werken aan die energietransitie die snel moet zijn. Inderdaad, er is daar een hoogdringendheid, maar die moet zeker ook inclusief zijn. Dus die transitie moet toegankelijk zijn. Overal en voor iedereen. Nu, dit is geen maatschappelijke keuze. Of een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van de onderneming zelf. Maar wij als distributienetbeheerder vinden het een verplichting die ons wordt opgelegd door de urgente context van de uitdaging waar we voor staan. Dus het kan niet zo zijn dat er met twee snelheden wordt gewerkt. Met mensen die
wel baat uit zouden kunnen halen, omdat ze financiële belangen hebben, omdat ze informatie hebben gekregen, omdat ze geëduceerd zijn. En anderzijds de anderen die aan de kant zouden blijven staan dus van deze energietransitie. Dus wij willen die energiekloof niet hebben zoals er eigenlijk ook een digitale kloof bestaat. En zoals distributienetbeheerder, dus zijn we eigenlijk een neutrale actor. En wij willen dus enerzijds alle burgers toegang geven tot energie en controle, dus over het verbruik. En anderzijds willen we ondersteuning bieden bij het gebruik van duurzamere en betaalbaardere energie. Dus om deze twee doelen, deze twee pijlers te bereiken, namelijk betere toegankelijkheid en controle en anderzijds het begeleiden naar een duurzamere energie en een betaalbaardere energie, hebben we eigenlijk vijf pijlers die elkaar aanvullen uitgetekend. Ten eerste willen we, en eigenlijk is dat eenvoudig, dus, maar in de feiten is het natuurlijk wel wat ingewikkelder, maar ten eerste willen we de contacten van onze klanten met de marktdeelnemers vereenvoudigen door middel van duidelijke processen en gemakkelijk te begrijpen informatie. Nu, dat is met name waar voor een stuk van de bevolking en dus met name voor de meest kwetsbare consumenten. De liberalisering van de markt heeft wel goede zaken met zich meegebracht, maar het heeft inderdaad de energiemarkt wel complexer gemaakt. En dus, er zijn weinig mensen, of er zijn toch wel wat mensen in de maatschappij die er zich niet in terugvinden eigenlijk, in die verschillende actoren met wie ze kunnen te maken krijgen op die energiemarkt. Dus met name de meest kwetsbare bevolking heeft het daar moeilijk mee. Dus daarom doen we heel veel inspanningen om dus de burgers te sensibiliseren voor een rationeler gebruik van energie, door toe te zien met name op communicatie die voor hen ook toegankelijk is. Dus we willen bijvoorbeeld werken met meertalige communicatie. Dus we gaan het niet alleen in het Nederlands en het Frans doen. We gaan dus verschillende internationale talen gebruiken, zodanig dat de communicatie over die duurzamere energie ook een feit wordt en ook echt begrepen wordt door dus de meeste mensen tot wie we ons wenden. En dus op die manier krijgen we ook een proactieve interactie met alle gebruikers. Hè. Dus dat kan aan de hand van webportalen, via WhatsApp en sms'en. Dat maakt allemaal deel uit van onze communicatiemiddelen. Dus als ik het even moet samenvatten, deze idee, we proberen eigenlijk de communicatie zo toegankelijk mogelijk te maken. En dat gaat uiteraard via vertaalwerk natuurlijk, van dus wat er gezegd moet worden in verschillende talen. Maar dat is niet het enige, de kanalen zijn ook belangrijk. Het tweede pijler is de preventieve rol om stroomuitval te voorkomen. Ja, dus waardoor eigenlijk elke consument zijn rechten moet kennen en eventueel een en ander kan activeren als het nodig is, in partnerschap met de sociale actoren als dat nodig is. Onze prioriteit is het inderdaad om preventieve maatregelen te versterken, dus stroomopwaarts te werken eigenlijk, nog voor de stroomuitval zich voordoet en voor klanten die bijvoorbeeld geen contract hebben of voor klanten die op het einde van een contract komen en die het moeilijk vinden om een andere leverancier te vinden. De bedoeling is natuurlijk om voor dus de problemen dus tot oplossingen te komen. Hè. Dus, en de problemen, daarmee bedoel ik natuurlijk een onderbreking. Dus de communicatie daarover moet duidelijk zijn. En de klanten, dus met inbegrip van de meest precaire situaties, die moeten op de hoogte zijn van hun rechten en van hun mogelijkheden voor bijstand. Bijvoorbeeld, hè, dus wat doen we bijvoorbeeld? Dus klanten die in moeilijkheden zijn, brengen we in contact met sociale of maatschappelijke actoren. Dus we gaan hen opbellen en we gaan zeggen, kijk, er bestaan dus OCMW's dus, die u kan bevragen of die u kan inzetten om uw rechten te doen gelden. En dat is fundamenteel, want de mensen zijn niet per se op de hoogte van wat er bestaat qua begeleiding en qua hulpverlening voor energie. Anderzijds is er nog een ander fundamenteel element. We zorgen ervoor, hè, dus dat er geen stroomuitval is via de DNB's, maar daar gaan we dus dadelijk nog op terugkomen. Dus dat is het preventieve karakter. We willen absoluut dramatische situaties vermijden die door een stroomuitval zouden kunnen ontstaan. Voor een bepaalde groep van de bevolking dan in het bijzonder. Ten derde willen we intensief samenwerken met verschillende actoren. Of dat nu gaat over leveranciers, over regulatoren of over andere maatschappelijke actoren. Dus dat werkt uiteraard allemaal dankzij een goede samenwerking op gewestelijk vlak voor de distributienetbeheerders, maar ook op federaal vlak. Dus we hebben het net al onderstreept, dat is een materie die zeer complex is. En dus ik denk dat samenwerking en overleg zeker belangrijk is om een heleboel dingen samen te doen. Dus
Ja, het is de ambitie van de netbeheerders om systematisch een leidinggevende rol te spelen bij de goede werking van de markt. En in dat verband nemen zij actief deel aan verschillende initiatieven van de regelgevende instanties, van de overheden, van de sociale of maatschappelijke actoren, door een globale visie op de processen mee te geven. Dus het is heel belangrijk om die globale visie te behouden in de hele keten. Dus van aan de productie tot over het vervoer en de distributie en het leveren. Dus informatie moet er gegeven worden over elke keten of elke schakel van de keten. En dus we zorgen natuurlijk voor innoverende en pragmatische oplossingen en voor met name pragmatische oplossingen. Om dus onze fundamentele rol te spelen in de strijd tegen energiearmoede. En de informatie die we geven aan de burgers ofwel aan de maatschappelijk werkers is belangrijk om een heleboel mensen uit die armoedesituatie te halen. Ten vierde nemen we ook de rol van sociale of maatschappelijke leverancier op ons, op een zo menselijk mogelijke manier, met de bedoeling om de referentieleverancier te worden voor klanten in precaire situaties. Dat is onze rol. En dus we willen de mensen begeleiden, dus door eerst een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen en met name door samen te werken met de verschillende OCMW's. Daar heb ik het al over gehad. Dat is onze ambitie. Hè? Om niet alleen meer gewoon een leverancier van de laatste instantie te zijn. Hè? Dus de klanten komen bij ons terecht dan omdat ze gezien de verschillende wetgevingen inderdaad op de distributienetbeheerder terechtkomen. Maar we willen een proactieve rol spelen. En dus een vertrouwensband creëren met hen. Naar hen toestappen eigenlijk om een referentieleverancier te worden en hen de nodige informatie te verstrekken, zoals ik al eerder zei. En dus met betrekking tot hulp en met betrekking tot de rechten die zij of waarop ze zich kunnen beroepen. En een laatste element, dat is eerder nieuw. Dus we willen ook eenvoudige tools aanreiken om het verbruik te controleren en op die manier de energiefactuur te kunnen beheersen en verlagen. We moeten beseffen dat consumenten, en dat is eigenlijk overal zo, het gaat hier niet alleen over de minst bedeelde mensen in de bevolking. Dus de consumenten zijn zich niet altijd bewust van wat ze aan elektriciteit uitgeven. En ze weten ook niet of hun verbruik normaal is of excessief is, of het positief is, of dat ze minder verbruiken dan het gemiddelde. Daar kunnen vele goede redenen voor zijn. Dus dat is een van de redenen dat ze hun factuur niet kunnen betalen. Dat wordt aangegeven door de Koning Boudewijn Stichting dat dat een belangrijk element is. Maar goed, dat is niet het enige. Dus wat willen we doen? We willen eigenlijk voor alle consumenten tools aanreiken. Een app bijvoorbeeld op een gsm, waarmee ze inderdaad het verbruik kunnen volgen. En als je bewust wordt van je verbruik, en als je bewust wordt van wat het eigenlijk vertegenwoordigt in euro's, dan krijg je plots een duidelijker visie over een bepaalde situatie en dan kan je ook je gedragstellingen daaraan aanpassen. U kan dat misschien niet zelf doen, maar u kan het wel laten zien dan bijvoorbeeld aan de persoon die u begeleidt. Dus iemand die u begeleidt bij het betalen van die facturen kan dat ook nuttig vinden. Dus je kan inderdaad die informatie laten zien aan de mensen die je begeleiden. En daardoor krijg je eigenlijk een vroegere of een voortijdigere begeleiding. Vroegtijdiger in het proces bedoel ik dan. Dus niet eerst alle leveranciers afgelopen en uiteindelijk terecht komen bij de distributienetbeheerder. Dus waar je dan eigenlijk helemaal niet meer kan zien hoe groot de schulden zijn. Dus het moet een eenvoudige app zijn of een heel eenvoudige tool zijn. Dus om je bewust te worden van het verbruik en om het gedrag eventueel aan te passen en vooral eigenlijk om alles onder controle te houden qua budget. Dus het is dus eigenlijk al die maatregelen van allerhande aard. En dat gaat heel vaak via communicatie, maar ook via het creëren van een vertrouwensband met die klanten, maar van allerhande aard. Het is op die manier dat je eigenlijk in die energietransitie kan terechtkomen en ervoor kan zorgen dat het een snelle transitie wordt. Maar ze moeten dus inderdaad ook inclusief en rechtvaardig zijn. Dus om af te sluiten zou ik het volgende willen zeggen. Nu, de noodsituatie dwingt ons allen om de rol te herbekijken die we al de afgelopen decennia hebben gespeeld. In 2021 kan een DNB niet langer gewoon
energie distribueren. Dat moet hij natuurlijk doen, 24 uur op 24 uur. Dat is een basisrol, maar dat volstaat niet meer. We hebben nu ook een rol, en we hebben ook echt de ambitie om dat te doen, we hebben ook een rol in het delen van kennis en in het bewustmaken van het publiek op de impact van het energieverbruik. En dus zo is het zo. Het is dan ook zo dat sommige netbeheerders neutrale en onafhankelijke energieinformatieplatforms hebben opgericht of hebben gelanceerd. Informatieve tijdschriften ook, nieuwsbrieven, e-books en een heleboel andere initiatieven. Dus we werken aan de bewustwording van de burgers. Over het belang van verantwoord energieverbruik en intelligent energieverbruik is nu een integraal deel geworden van onze missie. En het helpt uiteindelijk ook om de rekeningen te laten minder hoog zijn en ook onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Dus dat is onze manier. Dus dat is op die manier dat wij willen een actieve bijdrage leveren tot de energietransitie die zowel snel als inclusief moet zijn. Ik dank u. In de eerste plaats hartelijk dank aan mevrouw de minister en aan Sinner Griet voor dit event en voor de uitnodiging dat ik hier mag komen. Dus ik werk bij de Europese Commissie. Ik ben Eero Ailio en ik werk dus rond energiekwesties en andere kwesties. En ik wil het met name hebben over het Europese beleid, wat dat betreft, het Europese kader schetsen. En het probleem is ook heel erg geïntegreerd in het beleid van de Commissie. En het zit met name ook vervat in de Green Deal, het Europese energiepact. Want er is vastgesteld dat er inclusief moet worden vooruitgewerkt. En dat de energie ook betaalbaarder moet zijn, groener moet zijn. En dat het ook een bron van welvaart en werkgelegenheid moet zijn. Dus de commissie is zich gaan concentreren op een aantal concrete acties die de mogelijkheid moeten bieden om tastbare vooruitgang te boeken qua SDGs. En die politieke beleidsoriëntaties van de commissie zijn duidelijk uitgetekend. Er wordt aan gewerkt om dat allemaal in het leven te roepen. En dat alles noemen we de uitvoeringsstrategie van die bewuste SDGs. En dus dat beleidsprogramma integreert de doelstellingen in bijna alle voorstellen, in alle beleidsvormen en strategieën van de commissie. In het totaal zijn er 17 doelstellingen en we vinden die één keer of meermaals terug in de 6 grote ambities die zijn aangekondigd door mevrouw van der Leyen, onze leider. En dus het gaat eigenlijk over een nieuwe groeistrategie voor Europa, die dat energiepact. En het zal ook door de gewone begroting worden ondersteund en ook door een herstelformule na de pandemie. Dus het heeft te maken met Next Generation EU. Dat is een tijdelijk instrument waarmee we dus eigenlijk de herneming van de economie willen stimuleren. Dus al die dingen samen zorgen voor toch wel het nodige herstel voor Europa. En qua cijfers, het gaat eigenlijk over een globale enveloppe van 1,8 miljard euro. Dus dat hebben we om Europa opnieuw op te bouwen, als het ware, na COVID-19. En de bedoeling is uiteraard dat het een groener Europa wordt. Dus meer digitaal, maar ook dus gefocust op energieverbruik. En dus we krijgen flexibiliteitsmechanismes die in het leven worden geroepen om ook klaar te zijn voor onvoorziene omstandigheden. Dus we hebben niet alleen de realiteit waar we vandaag mee te maken hebben, maar we gaan ook anticiperen, een aantal dingen die in de toekomst kunnen gebeuren. Ik kan een voorbeeld geven. Een van die belangrijke elementen van het akkoord is steun in een wat we noemen de billijke energietransitie. En dus door gebruik te maken van Just Transition Fonds. En dus België en alle andere regeringen moeten dus territoriale plannen voorleggen qua Just Transition voor die billijke overgang dus.
En dat gaat met name ook over klimaatbeleid. En dus dat is allemaal gebaseerd op hun nationaal klimaatbeleid. Dat is iets wat momenteel bezig is. Daar zijn we momenteel aan het werken in de maand mei of in de maand juni, denk ik, dat we al die plannen ook echt concreet zichtbaar zullen zien worden. Een ander belangrijk element is de steun van de openbare opinie, die zeer belangrijk is om die transitie tot een goed einde te brengen. En de Eurobarometer geeft aan nu dat 9 op 10 Europeanen het al eens zijn over het feit dat we toegang moeten leveren tot zuivere energie. Maar soms kan er nog wat lokale weerstand zijn, wat voor vertraging kan zorgen. En we kennen allemaal ook bijvoorbeeld wat er gebeurd is met de gele hesjes in Frankrijk, niet waar? Dus dat soort zaken moeten we ook altijd voor ogen houden. Dus dat is eerder al gezegd ook, hè? Dus dat heeft ook allemaal te maken met het beleid. Dus de commissie heeft een aantal tools in het leven geroepen voor participatie van de stakeholders, zodanig dat er meer steun ook komt van aan de basis voor de voorstellen. Dus het gaat dan over hernieuwbare energie, het gaat over hernieuwing van of renovatie van gebouwen en concrete handelingen. En dus bij die tools is er onder meer ook het Forum voor de Burgers voor Energie. En dan is er ook de Conventie voor Klimaat en Energie. Dus Brussel en een aantal andere Belgische steden zijn daar trouwens lid van. En dan is er ook het Europese Klimaatpact, dat ook vorig jaar actueel is geworden. Dus al die initiatieven zijn heel transparant en heel open uitgewerkt en bieden de mogelijkheid aan de Europese burgers om een rol te spelen ook in deze transitie. Vervolgens is er de ervaring en het begrip van de mensen in zaken transitie naar zuivere energie. En dat is echt van essentieel belang om alles tot een goed einde te brengen. We weten dat energie 75% van de emissies uitmaakt, hè, dus in de Europese Unie. Dus er is een belangrijke rol weggelegd eigenlijk voor energie in deze transitie. Of in dit transitieverhaal. En dat betekent ook dat bepaalde sectoren, energiesectoren, zich zullen moeten buigen of zullen moeten buigen of zullen verdwijnen. Anderzijds gaan er anderen zijn die dus zullen opduiken. Dat betekent ook dat transitie soms gevreesd wordt en soms ook als destructief wordt beschouwd. Bedreiging vormt voor de werkgelegenheid soms. Maar dat moet niet het geval zijn. We kunnen aan duurzame ontwikkeling doen en ook voor werkgelegenheid zorgen voor burgers. Tegelijkertijd. Wij voorzien dat er meer dan 500.000 jobs zullen worden gecreëerd in de sector van de zuivere energiebronnen tussen dit en 2050. Dat is veel meer dan de jobs die gaan verdwijnen. Dus in de sector van de fossiele brandstoffen. Dus natuurlijk is er niet alleen maar een economisch voordeel aan deze transitie. We moeten ook toezien op het welzijn van de mensen. En we mogen niemand aan de kant laten staan. We weten ook wat het voor goed zou betekenen voor de gezondheid van de mensen. Zeker in de steden bijvoorbeeld. Als we kijken wat de gevolgen kunnen zijn voor de luchtkwaliteit en zo meer. Dus dat zijn ook dingen die horen bij dat Just Transition Fund. En dat hoort ook bij het verhaal van de strijd tegen energiearmoede. Maar de strijd tegen energiearmoede is een zeer belangrijk element van het welslagen of voor het welslagen van de transitie. Maar het is nog belangrijker dat het billijk gebeurt. En de strijd tegen de structurele oorzaken van energiearmoede, dus met name energie-inefficiëntie van woningen, dat kan op een significante manier bijdragen tot het verwezenlijken van de doelstellingen. De commissie probeert dan ook om beter te begrijpen en beter de strijd aan te binden tegen die energiearmoede in de hele Europese Unie. En daarom hebben wij ook verplichtingen opgelegd aan de lidstaten om dingen te identificeren, dingen te evalueren en om met name die energiearmoede te bestrijden. En vorig jaar heeft de commissie ook een aanbeveling geformuleerd over energiearmoede. En de bedoeling was om de definitie te vergemakkelijken,
En dus dat ook op te volgen of te laten opvolgen door de lidstaten door een combinatie van indicatoren en door bij te dragen tot de verspreiding van de best practices. En bij die aanbevelingen hebben we onder meer de uitwerking van een systematische aanpak van liberalisering van de energiemarkt. In het kader van de welke het sociaal en energiebeleid elkaar kunnen vinden. Het is belangrijk om dat in elke beleidsvorm een focus, of daar een focuselement van te maken. Er zal ook een evaluatie moeten zijn liever van de effecten van deze nieuwe programma's. En bovendien moeten we ook toekijken op de toegankelijke financieringselementen om te kunnen strijden tegen deze energiearmoede. En dan is het ook belangrijk om diepgang te bieden aan dit project. Dus ook zien we bijvoorbeeld dat de industrie ook een belangrijke actor zal zijn. En de bedrijven zullen ook een belangrijke actor zijn. De belangrijkste doelstellingen kunnen alleen maar op die manier worden bereikt. Maar het moet een duidelijke doelstelling zijn, hè? Dus de strijd tegen energiearmoede. En dan heb je ook het Europese Observatorium voor Energiearmoede, dat in 2018 is opgericht. Dat heeft een belangrijke rol om te versnellen eigenlijk en te verder gaan in concrete steun. Aanbieding. Bepaalde aanbevelingen moeten worden geconcretiseerd ook nog. En wat we nu doen, en dus dit jaar is er een tweede fase die zal beginnen van dat observatorium. En we gaan dus verder vooruit daarmee, dus verder nog dan wat we tot nog toe hebben gedaan. Tot nog toe was het vergaren van informatie, praktische uitwerking van een aantal zaken, maar nu willen we ook proberen om het ten uitvoer te leggen. Dus er is ook financiële steun die erbij komt nu op lokaal vlak. Dus ik wil het even hebben over de rol van de distributienetbeheerders. Want dat is natuurlijk een sleutelrol in deze activiteiten. Het zijn die beheerders die in de eerste plaats vertrouwen hebben, betrouwbaar zijn, innoverend zijn. Ze hebben alle mogelijkheden in handen om een tandje bij te steken en om te versnellen. Maar volgens mij moeten zij ook de introductie mogelijk maken van nieuwe en vernieuwende technologieën. Om ook de kosten naar beneden te helpen van het energieverbruik. Bijvoorbeeld de intelligente meters, dat is daar maar een voorbeeld van. Dat is iets wat zeer belangrijk is, omdat eens zij geïnstalleerd zijn, bieden zij de mogelijkheid om een heleboel diensten aan te bieden, moderne diensten aan te bieden. Ik kan een voorbeeld geven. Dus mijn moeder is 88 jaar. En zij woont in Finland, ik ben Fin, en dus zij heeft een intelligente meter. En ik heb met haar gesproken een jaar geleden. En we hebben het toen eventjes gehad over energieverbruik en zo meer. En dan heeft ze mij verteld wat ze jaarlijks moest betalen. Ze heeft een factuur laten zien en dan heb ik gezegd, oké, je moet op zoek naar iets beters. En dus dan heb ik een dynamisch contract met haar bedongen, als het ware. Dus ze heeft dat gedaan. En op het einde van het jaar heeft ze mij gebeld en ze heeft gezegd, oké, bedankt. Want ik heb €350 verdiend nu op jaarbasis. Zonder het gedrag aan te passen, als het ware. Dus gewoon door te spelen, als het ware, met de marktprijzen. Dus als er tools bestaan, is er een mogelijkheid om enorm veel te besparen. En dus dat is hier ook wel de rol van de beheerders, die zeker moet gezien worden. En dan tot slot nog dit. Dus wat niet openbaar is, dus de private kant van de zaak eigenlijk. Er zijn inderdaad zeer interessante voorbeelden die we ook met inbegrip van België, in België vinden. Dus over samenwerking tussen de overheidssector en de privésector en NGO's bijvoorbeeld. Ik geef een voorbeeld van Vlaanderen, waar we het Vlinderproject hebben, waar je inderdaad dus een samenwerking hebt tussen een NGO, een lokale NGO, dan een bedrijf waarvan ik de naam hier niet zal noemen. En dan de lokale overheidsdiensten van de stad, geloof ik. En zij zijn dus gekomen tot een samenwerking om energieaudits te organiseren. Dus voor mensen die in armoede leven, dus voor gezinnen in armoede. En met de bedoeling eigenlijk om hen bepaalde
elektrotoestellen aan te bieden en zo meer. Ik wil verder niet over de details uitweiden, maar die resultaten zijn echt, echt uitstekend. Dus dat is maar één voorbeeld. Dus in het observatorium, dus op de website, staan er meerdere voorbeelden die uit België komen. Dus wat dat betreft geeft dat toch wel aan dat we ook moeten denken aan de privésector. Nu, er zijn ook de investeerders. Hè? Dus er is daar bijvoorbeeld een Belgische supermarktketen, geloof ik, die daarmee bezig is. En die ook bezig is met dit soort voorbeelden. Maar goed, oké, ik wil het hierbij laten en ik wil u danken. De eerste vraag is voor mij, en ik lees hem voor. Is het een denkpiste om het sociaal tarief te vervangen door een energiepremie / steun op basis van inkomen, gezinsbudget en niet op basis van categorie? Kunnen de OCMW's een betere rol spelen via een sociaal en financieel onderzoek? Wel, korte antwoord is ja. Lange antwoord is, op dit moment is het sociaal tarief een afgeleide recht. Dat betekent dat mensen hebben recht op bijvoorbeeld het leefloon of een andere soort hulp van de OCMW, maar ook mensen die gehandicapt zijn en recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming, die krijgen daarnaast ook recht op het sociaal tarief. Dat maakt het een beetje gecompliceerd, omdat die afzonderlijke rechten hebben wel een soort van inkomensonderzoek, niet allemaal, maar dat gebeurt dus niet op sociaal tariefniveau. Ik wil jullie informeren jullie weten dat dit aan de gang is. Er is op dit moment een grote denkoefening op federaal niveau bezig rond het sociaal tarief, waarbij we het compleet evalueren en herevalueren. Namelijk hoe men daar toegang toe krijgt, de begunstigden en de categorieën die we hebben, zijn die juist? Zijn we de juiste mensen aan het targeten? En de manier waarop die gefinancierd of dat niet efficiënter kan. Dus hele goede vraag. Antwoord is ja. Wij zijn mee bezig in een denkoefening. Voorziet de commissie om projecten te financieren voor een groene transitie, bijvoorbeeld in specifieke burgergemeenschappen? En het antwoord is ja, wel degelijk. Er zijn een aantal fondsen die die richting uitgaan. Het gaat dan over gemeenschappen, over energiegemeenschappen. Het gaat dan over burgergemeenschappen of gemeenschappen die zich bezighouden met hernieuwbare energiebronnen. Die worden allemaal ondersteund door de wetgeving, maar nu ook financieel. Wat heel belangrijk is hier, is dat deze gemeenschappen over het algemeen ook een sociale roeping hebben. En zij zijn dus erg gemotiveerd, omdat ze een ander businessmodel hebben. Over het algemeen zijn de marges dan ook lager. En dat betekent dat er ook voordeel te rapen valt. Het antwoord is dus inderdaad ja. En ik zou verwachten dat sommige van die plannen, van die herstelplannen, daar ook rekening mee zullen houden. Maar ik wil even op het teruggaan wat Eronet heeft gezegd. Op Belgisch niveau, op federaal niveau, zijn wij ook bezig met de definitie van energy communities en wat dat in België betekent, ter informatie. De volgende vraag is: energiearmoede wordt deels veroorzaakt door de hoge energiekost, zeker voor elektriciteit, waar er veel heffingen in de prijs zitten. Maar welke aanpak is het beste? Het verlagen van de eenheidsprijs of een sterk flankerend beleid dat het verlagen van de energieverbruik beoogt? Wel, het tweede. Op dit moment is het beleid dat vooral op federaal niveau wordt gevoerd, zoals ik al zei, het sociaal tarief, dat is vooral de symptomen bestrijden. Mensen leven in energiearmoede, hebben energieschulden of zijn kwetsbaar en krijgen daardoor het sociaal tarief. Wat er eigenlijk moet gebeuren, is dat er op een duurzame manier eigenlijk deze mensen geholpen moeten worden. Dus vanuit federaal niveau is er niet echt veel rond energieefficiëntie, maar wat er wel is, is het ecolabelbeleid en de Belgische bevolking motiveren om meer energie-efficiënte apparatuur te gebruiken. En daarop gaan wij ook inzetten. Alors, la prochaine question est pour moi, je vous la lis. Face à la précarité énergétique,
In verband met de energiearmoede, dus zegt u in het antwoord dat mensen die problemen hebben, dat ze minder moeten verbruiken. Maar is dat niet een beetje kort door de bocht? Uiteraard, dat is een beetje kort door de bocht. En dat is uiteraard ook zeker niet onze wil. Of dat is ook zeker niet het antwoord dat we willen bieden eigenlijk, hè, dus op die energiearmoede. Maar rationeel energieverbruik is geen kwestie die alleen maar gaat over mensen die moeilijkheden hebben. Ik zou willen zeggen, het beste energieverbruik is het energieverbruik dat je niet hebt verbruikt. Hè, of de energie die je niet hebt verbruikt. Dus dat kan je eigenlijk voor alle consumenten zeggen. Dat geldt niet voor mensen die in moeilijkheden zitten. Nu, de middelen waarover dus we beschikken om die energietransitie te volbrengen, en daar hebben we het al eerder over gehad, draait rond energie communities of het begrip van dus collectief zelfconsumptie. Dat is misschien een beetje een barbaars begrip, een beetje complex, maar waarover gaat het eigenlijk? Het gaat er eigenlijk over dat je mensen de mogelijkheid biedt, dus als ze productie kunnen doen, dus als ze bijvoorbeeld een warmtekrachtkoppeling hebben of als ze fotovoltaïsche cellen hebben, om hun verbruik te delen met andere consumenten die dan deel uitmaken van die community. Nu, u zal zeggen, wat heeft dat te maken met energiearmoede? Kijk, heel eenvoudig het volgende. Mensen die moeilijkheden hebben, hebben niet per se een woning waarin het mogelijk is om aan productie te doen. Of ze hebben vaak ook geen informatie over het feit dat je bijvoorbeeld met zonnepanelen zou kunnen werken. Dus fotovoltaïsche cellen, dat kan bijvoorbeeld eventueel bij een eigenaar van een flatgebouw zijn. Of soms wonen ze gewoon ook in een woning waar ze niet toegang hebben tot warmtekrachtkoppeling en zo meer. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat cliëntele minder bedeeld als het ware toch ook kan bijdragen tot de energietransitie? Wel, gewoon door ervoor te zorgen dat zij deel uitmaken van de community, van de energiecommunity. Dat is één van de concrete manieren van werken. En in Brussel zitten we met pilootprojecten, dus maken dat mensen die in armoede leven, dus ook toch wel hun bijdrage kunnen leveren in die energiecommunities. Op de een of andere manier kunnen zij dus deel uitmaken van die energietransitie. En wat ik nog zou willen zeggen daarover is het volgende. Een van de grote drijfveren om die energietransitie te bewerkstelligen is inderdaad iets wat de distributienetbeheerders ook echt van dichtbij volgen. Ik neem een voorbeeld, dus het voorbeeld van de gemeente waar ik woon, dat is Sint-Gilles, bijna 80% van de gebouwen zijn van voor 1972. Dus je moet eens even je voorstellen hoe dat erbij staat allemaal. Het is eigenlijk wel prestigieus qua erfgoed enzovoort, maar qua energieefficiëntie is het echt een uitdaging met die gebouwen. Dus als we willen gaan minder verbruiken, wordt het moeilijk met die gebouwen. Dus er zijn heel uitgebreide plannen. Die worden uitgetekend op federaal vlak en ook op gewestelijk vlak in de verschillende gewesten in zaken renovatie van het gebouwenpark. Dat is één van de pijlers van het herstelplan dat het federale niveau heeft uitgewerkt. En waar we dus eigenlijk ook onze toegang zouden in moeten vinden. En wij vinden inderdaad dat het te maken heeft ook met renovatie van gebouwen, maar met concretere participatieprojecten, zodanig dat je inderdaad aan die projecten van energiecommunities kan bijdragen. En dus dan daarboven denk ik ook nog, en daar wil ik echt op hameren, dat het heel belangrijk is om heel duidelijke informatie te geven. Op pragmatische wijze, zo pragmatisch mogelijk informatie verstrekken aan de mensen, aan burgers, maar met name aan minder bedeelde burgers. En heel nauw samenwerken met alle maatschappelijk werkers ook. Dus er is niet één enkele hapklare oplossing voor energiearmoede. Er zijn een hele reeks oplossingen die moeten komen van het federale niveau, van het gewestelijke niveau, van de steden, van de gemeentes, van de privésector, zoals de Europese Commissie hier net ook heeft benadrukt. Hè. Iedereen heeft zijn rol daarin. En de uitdaging is inderdaad zo groot dat we niet bang moeten zijn om elkaar voor de voeten te lopen. Dankjewel, Marie-Pierre. De woordmelding sluit meteen ook het seminar van vandaag af. Energietransitie, dat is iets waar we dagelijks aan moeten werken. En daarbij mogen we niemand aan de kant laten staan. Dus de strijd tegen energiearmoede is een zeer belangrijk element. Maar het is ook een complex probleem, zoals we dat hebben gehoord deze namiddag. En ik wil van harte de sprekers bedanken. Mevrouw Giranessa, mevrouw Foucaultier en meneer Eero. Van harte dank voor de interessante uiteenzettingen. Ziezo, dit is het einde van ons webinar, maar het is niet het laatste webinar dat we organiseren. Gezien het feit dat we ambassadeur zijn voor de SDG Voice voor het jaar 2021,
willen we een aantal webinars organiseren. En het volgende is op 24 juni. We zullen meneer Thomas Vermin uitnodigen dan. En we zullen ook Pascal de Buc bij ons hebben. En anderzijds ook meneer Fernand Rivet, die ook gaan spreken over het standpunt van de netbeheerders. Ik dank u.